VHB-Parlamentariers Aziz Gayadin, Riyad Nur Mohammed en Krishna Mathura hebben een initiatiefwet ingediend om de huidige schadeloosstelling van DNA-leden voor de komende 6 maanden te handhaven. De salarisverhoging aan ambtenaren zal dus niet gelden voor het parlement. Verder wordt voorgesteld om de wet tot regeling van de geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van de Nationale Assemblée te wijzigen. In een brief aan DNA-voorzitter Jennifer Simons geeft de drietal aan dat ze bereid zijn te vergaderen, ook al is het parlement op reces. Aan Simons wordt het verzoek gedaan deze wet zo gauw als mogelijk te behandelen. Dit vanwege het grote maatschappelijke belang. President Desi Bouterse heeft eerder ook aangegeven de verhoging voor DNA-leden en ministers te zullen bevriezen.